Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week verwelkomen we de viervoudige Gouden Kalf winnares, actrice Monique Hendricks. Keno is niet goed ontvangen en dat vond ik best heel heftig. En we ontdekken nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Monique, welkom bij Short Talks. Dankjewel. Als wij naar jouw carrière kijken, zien wij zo'n brede scala van rollen die je hebt gespeeld. Is dat een bewuste carrièreplan geweest? Ja, maar je moet natuurlijk ook wel de kans krijgen om dat te doen. Want bij film wordt er toch meer getypecast dan op toneel. Op toneel kan je gewoon een vrouw van 80 spelen of een jong meisje, terwijl je toch al bijna 50 bent. En bij film wordt er veel eerder getypecast. Dus ik ben wel heel blij met de kansen die ik heb gekregen, zeg maar, om verschillende vrouwen te spelen. Maar is het dan moeilijker om een rol te krijgen? Nee, niet moeilijker. Want eigenlijk, ja, Nederland is gewoon een klein filmland. Dus dan liggen de rollen gewoon niet voor het oprapen. Dus ik ben heel blij dat ik zoveel heb kunnen filmen. Want op een gegeven moment, toen ik de Poolse Bruid deed, mijn eerste hoofdrol, toen dacht ik, wow, wat is dit? Ik wil dit vaker doen. Dus toen heb ik ook wel echt gekozen om geen toneel te doen. Of niet te veel toneel, zodat je niet vastzit en wel kan filmen. Maar nee, het is niet zo dat het minder wordt. Maar het is ook niet zo dat het meer wordt. Het is gewoon, het gaat altijd een beetje zo op en neer. En soms is het stil en soms komen er drie dingen tegelijk en dan moet je kiezen. Maar dat is niet heel vaak aan de hand. The Biggest is een fatalistisch sprookje over ambitie. Ja, eigenlijk echt willen winnen. En liefde. Dus je had ik ergens gezien in de trein en ik was gefascineerd door die persoon. En ik wilde graag wat vertellen over ja, dat gevoel van willen weten wat je wil en daar volle overtuiging voor gaan. Dus eigenlijk ben ik acteur, toneelschool geweest. Maar na een paar jaar acteren merkte ik dat ik te weinig bijleerde. En ik wilde me echt verder ontwikkelen en toen langzaam dacht ik van wat wil ik dan eigenlijk? Toen dacht ik ja, ik wil eigenlijk zelf regisseren. We wilden heel graag dit verhaal vertellen over de jacht. Omdat wij heel erg het gevoel kregen dat er een heel negatieve sfeer rondom de jacht hangt. Maar we wel heel erg benieuwd waren wat de motivatie is van een jager om daadwerkelijk het veld in te gaan en dat te doen. En dus daar zijn we naar op zoek gegaan en toen zagen we eigenlijk een heel authentiek verhaal die we niet goed kenden. De jacht heel erg bestaat uit juist het hele kleine momenten. Dus echt de jagers genieten van met elkaar zijn, de geur in de lucht, de natte gras en het daar overheen lopen. En we dachten, dat is heel erg mooi om dat juist uit te vergroten en die ervaring na te bootsen op film. Jouw laatste filmrol was als hoofdpersonage in Kenau. Ja. Er is een echt Nederlandse verhaal, maar het was niet hier opgenomen. Ja, omdat in Hongarije, waar we gedraaid hebben, in Budapest, is het gewoon makkelijker, goedkoper om te produceren. Dus alles wat je investeert, daarvan krijg je van de overheid een gedeelte terug. En die maatregel in Nederland, die hadden we niet meer, die CV-maatregel, waardoor het gunstig wordt om te investeren in film. Maar wat zegt dat over de filmindustrie in Nederland? Nou ja, dat het met al die bezuinigingen dat we het wel lastig hebben gekregen. En er zijn bijvoorbeeld heel veel crewmensen ook die bedrijfjes opzetten in België om ook in België te kunnen draaien. Want ja, het is heel lastig. Er zijn ook stuntmensen die, weet je wel, die balen omdat ze eigenlijk mee hadden willen doen aan zo'n film. En dan moet er een heel stuntteam in Hongarije natuurlijk worden gecontacteerd. En naast alle moeite om films te maken, zijn er ook de critici. Ja. Hoeveel invloed hebben ze op jou, op je manier waarop je werkt? Nou, best veel. Keno is niet goed ontvangen en Dat vond ik best heel heftig. Maar ja, je maakt niet alleen films voor de critici en ook niet alleen films voor het publiek. Het is wel heel belangrijk natuurlijk, want ze kunnen een film ook echt wel maken en breken, de critici
ja, er gaan toch minder mensen als er slechte kritiek zijn. Maar ja, ik heb gewoon een hele goede tijd gehad. En ik hoor van mensen die wel gaan, dat ze het wel mooi vinden. Dus daar doe ik het dan voor. En ja, het leven gaat door, snap je? Het is, Monique, bedankt voor je tijd. Oké, graag gedaan. En veel succes.